COVID-19 vormt een serieus arbeidsrisico op de werkvloer, waar werknemers tegen beschermd dienen te worden. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wil daarom dat bedrijven en werkplaatsen hiervoor een specifiek beleid ontwikkelen. Dit haalde ze aan bij het in ontvangst nemen van posters die bedoeld zijn om onder andere werknemers bewust te maken van de hygiënemaatregelen. De posters zijn aan de minister geschonken door Nasser Dahu, directeur van Dena Heavy Equipment Parts NV. Elk bedrijf dient volgens haar duidelijke maatregelen te treffen om werknemers te beschermen. En deze zijn op hun beurt verplicht zich te houden aan de regels. Kuldeep Singh ziet graag dat voorlichting over de voorzorgsmaatregelen op de werkvloer een dagelijkse activiteit wordt. Tegen deze achtergrond stelt ze het initiatief van de ondernemer erg op prijs. Dahu zegt dat de strijd tegen COVID-19 pas succesvol zal zijn als iedereen hieraan meewerkt. Hij vindt dat de strijd tegen COVID-19 niet slechts overgelaten mag worden voor de overheid, maar dat particulieren nu meer dan ooit hun schouders moeten zetten onder het werk.